Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 22 mei. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik heb nieuwe prullenbakken. Ik had jullie eigenlijk al een beetje verteld in de laatste vlogs dat de prullenbakken die ik nu heb staan eigenlijk een beetje te groot zijn. Want het paste allemaal niet lekker nu de keuken wat veranderd is. Toen was ik een tijdje geleden, had ik bij de Xenos al een keer hele leuke prullenbakken gezien die ik echt heel gaaf vond. Ze waren roze, maar eigenlijk nooit gekocht, want ik dacht mijn prullenbakken zijn goed. Maar zouden ze kapot gaan, ga ik die wel echt kopen. Maar ja, nu waren ze eigenlijk te groot die ik nu had. Dus toen dacht ik, oh, misschien kan ik dan die wel doen. Maar er was dus nu 30% korting op de prullenbakken, waardoor het echt heel veel geld scheelde. Die kleine was normaal al 32 euro en nu 19. Die grote normaal 54 euro en nu 39. Dus scheelde heel veel geld. En ik heb ze, dus ik zal jullie zo laten zien. Ik ben er echt super blij mee. Ik heb gisteravond gekeken naar Zeeman Confronteert. Ja, was ook wel weer heftig, maar op zich wel weer goed aangepakt. Alleen ja, er komt dan niet zo heel veel van weg. Uiteindelijk hebben ze ook een heel gesprek met justitie gehad, want het werd allemaal een beetje weggewijd, want het ging over iemand die had opgelicht. Dus uiteindelijk kwam er nu geloof ik wel een onderzoek. En daarna heb ik nog even een spelletje gedaan en toen ben ik mijn vlog gaan editen. Die is helemaal klaar. Mijn foto's heb ik bewerkt. Toen kon ik weer lekker mijn Netflix-serie kijken. Dat was ook wel weer echt superleuk. En daarna weer zie je zij. En toen ben ik ook eigenlijk wel naar bed gegaan. Heb nog even mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen. Dus ja, dat was eigenlijk wel weer gewoon een lekker avondje. Nu ga ik zometeen de woonkamer doen. Ik moet de gang en de douche ook nog. Dus ik ga jullie gewoon eventjes meenemen met wat ik ga doen. Want er moet wel even flink wat gebeuren. Dus de vaatwasser moet zo aan. Dus ik heb genoeg te doen wat dat betreft. Dus ik ga jullie eventjes meenemen. Maar ik zal jullie eerst even de prullenbakken laten zien. Dit is de kleine. Die is al voor mijn GFT-afval. Het is een hele leuke retro look. Je hebt hem in meerdere kleuren. Hij heeft ook hele handige handvaatjes. Maar je kunt hem ook gewoon hier pakken uiteraard. Het is gewoon zo'n pedaalemmer. Dus super handig. Ik heb hem uiteraard ook in het groot. En dat is deze. Hier zit dan de roze in. Maar die zit nog in een doos. Hier zie je de andere kleuren. Maar die ziet er dan ook zo uit. En die is dan eigenlijk precies hetzelfde, maar dan groot. Dit is een 30 liter. Ik geloof dat dit 12 liter is, maar dat weet ik niet precies. Maar ik zal het ook nog even laten zien uiteraard als ze uit de doos zijn. En ik had van mijn moeder nog deze hele leuke toekan gekregen bij de Lidl maandag. Maar ze had er ook even voor Nathalie gekocht. Dus ik mocht hem nog niet in de vlog laten zien. Want dan, ja, anders was het, dan zou Nathalie het al kunnen zien. Zou ze die vlog kijken. Dus die ga ik ook nog een leuk plekje geven. Maar ik ben in ieder geval heel blij mee met de prullenbakken. Dus ja, superleuk. De prullenbakken die staan. Superleuk. Ik ben er wel echt heel blij mee. Volgens mij ben ik ingezoomd. Ja, ik zie het wel. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb wel het idee dat die lichter is van kleur. Maar dat kan ook omdat die niet in de doos zat. Maar het staat wel heel gezellig zo. Zo, hoe maar voldaan. Ik heb veel gedaan. Het is allemaal gelukt.
woonkamer helemaal. En ik moest nu echt alles doen. Dus ook de boeken en alles moesten eraf. En dan wrijf ik de tafel in met olie. Maar het is allemaal gelukt. De douche is klaar. Ik had die glazen plankjes en zo. Die had ik allemaal maandag al eventjes nog gedaan. Toen mijn moeder naar huis was gegaan. Dus dat hoefde ik allemaal niet meer te doen. Maar hier is schoon. De gang is weer lekker schoon. Dus eigenlijk is alles weer gedaan. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat wc-borsteltje die ik bij de Action had gekocht, werkt trouwens ook wel super goed. Er kwam bij mij nu niet zo heel veel vuil vanaf, omdat ik een hele nieuwe toiletpot had. Dus er zat nog niet zo heel veel vuil onder. Maar het werkt echt wel heel goed. Hij is echt heel lekker flexibel. Dus ik vind het echt een aanrader. Dus mocht je een flexibele wc-borstel zoeken bij de Action. Ik geloof dat hij 2 euro is. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar de prijs heeft bij de shoplog gestaan. En hij werkt echt ideaal. En ja, ik vind het wel heel lekker. Ik word ook heel blij als ik naar de prullenbakken kijk. Dus ja, ik ben wel weer tevreden. Maar nu ben ik het ook wel zat. Het kleurt inmiddels hier ook weer heel erg donker. Dus ik verwacht straks wel weer een buitje of iets. Maar goed, dat gaan we wel zien. Ik ga nu in ieder geval eventjes meteen lekker relaxen. Want daar ben ik even aan toe. Straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer het perfecte plaatje naar goede tijden. Ik ga sowieso nog even gamen. Ik denk dat ik nog eventjes een stuk van de aflevering van Kopen Zonder Kijken ga kijken. Want dan... ja, dan ben ik er straks ook weer een keer doorheen. Dat is ook wel lekker. Nou, verder ga ik mijn blogpost schrijven. Ik wil nog even aan de gang met een persbericht van Essence. Even een thumbnail maken voor de vlog. En nou, dan heb ik alles ook wel weer een beetje rond. En dan ga ik lekker mijn serie kijken. En CSI. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. En morgen krijg ik als goed is ook de uitslag van het ziekenhuis. Die zouden eigenlijk vandaag bellen, maar dat is dus verplaatst naar morgen. Dus ik ben ook wel heel benieuwd. Goed, ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik dan in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 23 mei. Ik ben klaargemaakt, alleen nog even lippenstift, want ik moet nog even tanden poetsen. Ik ben gebeld door het ziekenhuis. Helaas niet zo goed nieuws. Er is toch weer een pap gevonden. En dat moet weer verder onderzocht worden. Dat zijn licht afwijkende cellen. Ik had pap 2 en dat zijn dan de licht afwijkende cellen. En ja, dat willen ze toch wel verder onderzoeken. Ze zei ook soms zeggen we van we doen het gewoon volgend jaar. Maar ze hadden nu zoiets. Ze willen toch wel even kijken ja, of er niks ernstigs aan de hand is. Dus dan moet ik dinsdag 4 juni moet ik weer naar het ziekenhuis toe. Voor een onderzoek. Dus ja, dat was wel even schrikken, want ik had eerlijk gezegd eigenlijk een beetje verwacht dat als er echt het niet goed zou zijn, ze eerder zouden bellen. Omdat ik dat toen de tijd had ik dat, toen ging huisarts heeft toen ook heel snel gebeld. En toen wist ik al van oké, dit is niet goed. Helaas, het was niet het geval, dus ja, ik moet het nu gewoon afwachten. Ik kan niet meer doen, ik probeer rustig te blijven. Maar ja, het is wel eventjes weer heel naar en zo allemaal. Maar goed, we moeten het maar gewoon weer gaan zien. Ik heb gisteravond goede tijden gekeken naar het perfecte plaatje. Was op zich wel leuk. Nathalie die belde nog even, die had een vraag. Dus daar heb ik nog even proberen bij te helpen. We kwamen er niet helemaal uit, maar goed. Toen ben ik nog even een spelletje gaan doen. En daarna heb ik mijn blogpost geschreven en mijn vlog ingepland. Dat was allemaal wel fijn. En... toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik heb nog 2 afleveringen. Daarna zie je zij. En toen ben ik eigenlijk nog even lekker mijn boek gaan lezen. En toen ben ik naar bed gegaan. Dus ja, dat eigenlijk een beetje. Ik ga nu zo even stofzuigen. Mijn coach is er om 2:30. En dan straks maar weer eventjes boodschappen doen. Dus dan neem ik jullie gewoon wel weer eventjes mee. Dus ja, verder eigenlijk ook niet heel veel nieuws dan dit. Ja, ik vind het eigenlijk alweer nieuws genoeg, want net wat ik zeg, ik had het niet helemaal verwacht. Ik heb het idee dat ik weer moet niezen, want ik heb last van mijn hooikoorts, maar hij komt niet op de een of andere manier. Of toch wel. Ja, een klein niche. Goed, ik ga eventjes stofzuigen en zo, dan zie ik jullie sowieso wel als ik terug ben van de boodschappen doen. Thank you.
Zo, ik ben weer terug van de boodschappen. Er was nog een pakketje binnengekomen. Dus ik had besteld. Maar een beetje raar gegaan, want het doosje was helemaal open. Dus dat zal ik eerst even laten zien. Een beetje bijgetrokken van alles, maar ja, ik merk gewoon wel dat het een beetje inslag heeft gehad. Was dat mijn gebitje nog kwijt? Die was echt meegevlogen. Ik heb deze nieuwe Juicy Bomb gekocht met een heel leuk dopje. En dat dopje kun je dus ook weer op alle andere Juicy Bombs gebruiken. Dat is een limited editie. En ik heb zo'n haarstylingskam. Daar kun je dus de kleine haartjes ook mee kammen. Ik ben benieuwd of dat werkt, want het schijnt dus echt heel goed te zijn. Dus die had ik even binnengekregen. Het is niet heel spectaculair, maar... Ik laat het toch even zien. Nou, mijn coach zei, laten we maar eventjes naar die ene Albert Heijn gaan. Die bleek toch dichterbij te zijn dan het was. En het is gelukt. Ik heb hem gevonden. De geslaagde hamster. Ik was er al naar op zoek, maar hij was bijna overal uitverkocht. Dus die. En ik heb ook al een nieuwe DK hamster. Dat is deze. En er is nog een hele leuke met een voetbal. En die kan ik zaterdag ophalen, want... Ik ga zaterdag naar mijn vader toe om te barbecuen. Die zit heel dicht bij de Albert Heijn. Die had ik gebeld. Hebben jullie die? Toen zei ze, ja, we hebben nog de voetbal en het leeuwtje. Toen zei ik, wil je de voetbal achterleggen? Dus die krijg ik dan ook nog. Dus dat zijn de nieuwe mascottes voor het WK. Goed, boodschapjes. Even een colaatje. Ik heb eventjes mijn medicijnen opgehaald. Altijd eventjes fijn weer. Dan heb ik een kipfiletje voor maandag. Ik heb weer eventjes olijfolie. Gebruik ik altijd in mijn groenten. En ook weer even de appelazijn. Gebruik ik altijd ook voor heel veel doeleinden. Dus dat vind ik altijd wel fijn. Dan heb ik hier slavinken. Ik was dus even bij de trekpleister. En daar heb ik dit leuke kaartensetje gekocht. Om in elkaar te zetten. Toen dacht ik, misschien is het nog wel leuk om dit uit te testen in een video. Zitten ook schablonen bij. Laat maar even weten of jullie het leuk zouden vinden als ik hier nog wat mee zou gaan doen in een video. Dan weet ik of dat jullie daar interesse in hebben. Ik heb ook eventjes weer mijn conditioner gehaald. Ik heb Kera Repair gedaan. Die andere is zo duur. Dus ik heb nu deze gedaan. En die was 1 plus 1 gratis. En ik was er echt doorheen. Ik had gisteren nog echt een heel klein druppeltje. Dan heb ik een broccolietje voor maandag. Ik heb weer eventjes toiletpapier gehaald. Hele grote. Dan heb ik nog dit leuke jurkje gevonden. Het is wel een emmertje. Dus ik moet hem even wassen. Of eerst even passen, sorry. Om te kijken of het niet te groot zit. Maar ik denk dat die qua lengte dan iets langer zit. Die vond ik wel heel leuk. Was ook de laatste. Dan heb ik de ijsthee 2 keer een pak. Die is met aardbei. Die vind ik altijd heel lekker. Dus die hadden ze nu. Dan heb ik spekjes. Voor straks een schnitzeltje. Want ik heb echt geen zin om te koken naar het nieuws van vandaag. Ik merk ook dat ik hoofdpijn heb. Ik heb weer eventjes vitaminepillen. Chocomel. Dan heb ik nog 2 geurkaasjes gekocht. Deze die waren 99 cent en die ruiken echt heel lekker. Allebei, maar ik kan de geuren niet zo goed omschrijven. Dit is Flower Dream, de roze. En dit is Tropical Fruits. Dus ook heel fijn. Dan heb ik boontjes. Ik voelde het al aankomen, de hoofdpijn. Dus ik heb ook weer eventjes een ibuprofenetje gehaald. Scheermesjes, ik had losse scheermesjes nodig. Want ze hebben ze alleen voor mannen, dus nou, ik denk, nou prima. Ik zal niet heel veel uitmaken. Patat. En verband. En hier zit nog aardappelschijfjes in. Die andere zit nog de pas met drinken in. Dus dat waren de boodschapjes. Ik ga dit eventjes opruimen. Dan ga ik nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon in goede tijden. En daarna het jachtseizoen. En dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik daarna lekker... mijn foto's bewerken, mijn serie kijken, nog even sier zijn, dan ga ik lekker naar bed. De vlog is niet online gekomen, ik heb hem per ongeluk afgesloten terwijl die nog bezig was, dus die staat nu
te uploaden. Dus die komt er nu echt ieder moment aan. Sorry daarvoor. Ik kreeg wel wat berichtjes van jullie. Vond ik zie de vlog niet. Maar het is er niet helemaal goed gegaan. Maar nu ga ik hem dus... Nu is die bezig. Dus nu kan die echt ieder moment eraan komen. Dus ja, het was gewoon even een foutje van mij dat ik te snel had afgesloten. Maar dat komt ook wel weer goed. Goed, ik ga nu dus even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 24 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb voor het eerst weer lange mouwen aan, want het is heel erg aan het regenen en onweren. Momenteel is het heel even droog nu, maar het ging echt straks wel hard tekeer en waaien. Kijken hoeveel graden het is hoor. 22. Vandaag is Tijgertje jarig. Tijgertje! Ik zie Tijgertje gewoon niet. Net liep ze hier nog, maar misschien is ze ook even gaan schuilen voor de... onweer. Nou, dan zien we er straks wel. Ik zie er nu eventjes niet. Maar Tijgertje is vandaag 11 geworden. Dus ook alweer een hele bijzondere leeftijd natuurlijk. Zometeen tijd natuurlijk weer voor wat lekkers. Ik was gisteravond eigenlijk best wel een beetje moe. Ik merkte toch wel dat... Wat last had van de prikkels die ik gisteren had. Nou ja, natuurlijk ook even de uitslag van het ziekenhuisje toch eventjes... waarvan ik even dacht van, ja, die had ik even niet zien aankomen. En ik probeer het ook een beetje los te laten. Want ik kan toch niet anders doen dan afwachten en kijken wat er 4 juni gezegd wordt. Maar ja, ik was wel moe. Maar ik heb wel lekker naar jachtseizoen gekeken. Ik vond het niet zo heel erg. Ik had zoiets van, als deze mensen gepakt worden, vind ik het prima. Het zijn niet echt mensen die ik heel leuk vind. En dat gebeurde ook wel. Dus nou, ik vond het ook wel prima. Daarna heb ik even kopen zonder kijken afgekeken. En nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. En toen ben ik eigenlijk lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik heb vanavond de laatste aflevering. Dus ik ben benieuwd. En daarna had ik CSI. Dat was ook wel weer mooi. En toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik wel even lekker mijn boek gelezen. En toen ben ik ook eigenlijk wel gaan slapen. Want ja, zoals ik zei, ik was gewoon wat moe. Ik werd wel wakker met een leuk bericht, want ik heb een leesboek gewonnen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dus ik kreeg een bericht dat ik had gewonnen. Ik had meegedaan aan een winactie en ik had gewonnen. Dus dat was echt super leuk. Dus die zal binnenkort wel een keer opgestuurd worden. Dus echt super leuk. Ik ga zometeen hier gewoon even stofzuigen, de boodschap even naar boven brengen. En dan ga ik de kat even wat lekkers geven, omdat Tijger natuurlijk jarig is. En dan... ga ik de slaapkamer lekker doen. Dus dan ga ik je bij meenemen. Ik heb ook alweer zin in hoor. Moet even ook een wasje aanzetten. Dus gewoon eventjes lekker aan de gang. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus ik neem jullie gewoon mee. Dus trouwens, gisteren was nog iets heel grappigs. Mijn coach die was er. Dus ik liep naar de auto toe om de boodschappen te gaan doen. En toen stond zij te praten met een mevrouw. En ik zag wel dat die mevrouw een lijntje had, maar ik was te ver weg. Om te zien. Ik dacht, er zit gewoon een heel klein hondje aan. Toen kwam ik dichterbij. Toen was ze een kat aan het uitlaten. Het was ook wel een raskat. Die had blauwe ogen en een hele pluizige staart. Dat kon ik al zien. En toen dacht ik, oh wat grappig. Nou ja, toen zat ze ook helemaal te vertellen dat ze het gevoel hadden dat die kat eigenlijk in een ander velletje geboren was. Dat hij eigenlijk meer een hondje was. Want ze hebben dus één keer een riempje omgedaan bij die kat om te kijken of hij het leuk vond. En sindsdien wilde hij dus 3 keer per dag de deur uit om te gaan wandelen. Die wil dus 3 keer per dag uit. Hij deed zeg maar wel plassen onderweg, maar niet poepen. Dus ja, ik vond het wel heel grappig om rond te zien. En echt overal snuffelen. Het was echt net een hondje. Het was ook een kat waar je geen allergie voor kon krijgen, zei ze. Ik weet niet precies. Het was een speciaal ras. Ze heeft het nog wel gezegd, maar ik weet het niet meer. Ik vond het wel heel grappig. Ik dacht dat ze die van mij een riempje omdoen. Die vinden het echt niet leuk om te gaan wandelen. Maar deze kat, die hebben ze het aangeleerd. En toen vonden ze het heel leuk. Toen had iemand gezegd, oh, ik dacht, nou, die wou ooit wel een kat. Nou, dan ga ik het maar niet doen als die uit moet. Nou, zegt ze, zolang ik het maar niet aanleert, dan hoeft het ook niet. Maar ja, ze hadden het gewoon 1 keer gedaan. En sindsdien wilde er 3 keer per dag uit. Dus ik vond het wel heel grappig. Goed, ik ga even stofzuigen. Dan zal ik eerst eens even de katten wat lekkers geven. En dan ga ik lekker de slaapkamer doen. Ja. Jij mag eerst, want jij bent jarig. Maar ik moet eerst weer eventjes die verpakking open krijgen. Waar ik altijd een beetje ruzie mee heb. Hè? Eerst voor de jarig. Alsjeblieft. Een muis. En jij. Jullie moeten wel een beetje kouwen. Want het gaat er altijd zo aan toe. Ja, nu weer lekkers voor de verjaardag van Tijger, hè? Wat een vervelerij weer, hè?
verjaardag. Zo, dat gaat er wel weer in als zoete koek, hè? Zo, die is leeg. Dat in de verpakking echt super onhandig. Kijk eens. Mickey, ik heb hier, hè? Kijk. Alsjeblieft. Jij. Hey, niet van het ding happen, want ik deel uit. Ben jij weer af geworden, hè, tijgertje? Gaat dat snel, hè? Kijk eens. Alsjeblieft. Nu is het op. Niet, hè? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Fijne verjaardag, tijger. Ga je nog kijken naar me? Zeg maar hallo. Kunnen de mensen jou ook even zien? Ik ben weer lekker klaar. De eerste was dus ook al klaar. Ik heb nu de handdoeken er even, of de handdoeken, nee, de kleden heb ik er even in zitten. Die zitten op de handwas, dus die zijn dan straks ook klaar. Dan heb ik alles wel weer klaar. Maar ik had het toch wel warm gekregen met schoonmaken. Omdat ik het straks een beetje koud had, dacht ik, oh, ik doe wel eventjes lange mouwen aan. Maar dat was toch best wel warm. Maar het is uiteindelijk allemaal weer gelukt, dus daar ben ik blij mee. Lekker weer schoon bed, daar kan ik altijd heel erg van genieten. Een soort guilty pleasure is het voor mij, omdat ik het gewoon heerlijk vind om een schoon bed te hebben. Dus ja, dat is wel weer heerlijk en gewoon alles weer lekker gedaan. Dus u zei... Heel fijn. Ik ga nu zo eventjes lekker relaxen. De katten hebben natuurlijk lekker snoep gehad. Dat was ook wel lekker. Die zijn weer lekker verwend voor tijgers verjaardag. Dus nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik slechts de chauffeur terugkijken. En misschien nog even wat anders terugkijken. Misschien wel even de bouwers, want zondag heb je weer een nieuw seizoen van Alberto. Dat vind ik ook altijd wel spannend. En was gisteren volgens mij de laatste aflevering. Verder ga ik mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik de laatste serie van de Netflix, laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. Want ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat eruit ziet, hoe het nu afloopt. Want ik ben wel echt tot einde in spanning gehouden. En daarna nog even zien zijn. Dan ga ik nog even lekker mijn boek lezen en dan ga ik lekker slapen. Want morgen is weer een gezellige dag. Dan gaan we... bij mijn vader en zijn vriendin gezellig barbecuen. Dus daar heb ik ook zin in. Want dat is voor mij heel lang geleden barbecuen. Dus ik heb er echt zin in. Zie ik ook gezellig weer mijn lieve nichtjes weer eventjes. Daar heb ik ook wel heel veel zin in. Maar dat is weer de voor morgen. Nu ga ik in ieder geval eventjes lekker wat drinken. Want ik heb een beetje een droge keel. En dan ga ik eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik dus gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 25 mei. Ik ben zo...
witje heb, maar misschien is het nog steeds gewenning. Maar dat komt vast ook wel weer goed. Ik heb gisteravond gekeken naar De Slechtste Chauffeur van Nederland. Ja, ik begin me nu gewoon te irriteren. Echt soms dat ik denk van, maar jullie rijden zo slecht. Hoe hebben jullie dan een rijbewijs kunnen halen? Ja, ik snap het gewoon letterlijk niet. Maar goed, dat is misschien iets wat aan mij ligt. Daarna heb ik nog even De Bouwers teruggekeken. Was wel leuk. Nog heel even spelletje gedaan. Maar dat hebben we niet heel lang. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. En toen ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken. Ik hoop eigenlijk dat er nog een vervolg van komt. Maar ik weet het niet. Er is volgens mij nog niks aangekondigd. Maar ik zou het wel leuk vinden. Toen heb ik even CSI. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik mijn boek weer gelezen. Ik kwam er zo op verheugen om dan lekker dat boek te gaan lezen. Echt superleuk. Ik denk dat hij misschien dit weekend nog wel uitkomt. Dus nou ja, dat eigenlijk. Ik ga nu zometeen even stofzuigen. En ik weet nog niet precies hoe laat ze er zijn. Want ze heeft ook nog niks gestuurd. Maar ik wacht het wel eventjes af. Ik ga even wat grit bij de bakken in doen. Eventjes goed stofzuigen. En anders zoek ik nog wel wat op om te doen. Want om te gaan zitten wachten vind ik gewoon heel irritant. Daar kan ik niet zo goed tegen omdat ik niet stil kan zitten. Ik ga jullie wel vandaag meenemen in ieder geval proberen. Ik weet niet hoe ver dat lukt met vloggen. Maar ja, ik hoop jullie wel eventjes mee te nemen. Want ik denk dat jullie dat ook wel leuk vinden. Ik vind het zelf ook leuk om jullie mee te nemen. Ik zal straks nog even mijn outfit laten zien. Maar nu ga ik eerst eventjes stofzuigen en zo. En zorgen dat alles klaar is. Dat als ze straks een berichtje stuurt van, joh, we rijden weg of zo. Dan weet ik ook dat het niet al te lang duurt voordat ze er zijn. Dus dat is even voor nu de planning. Ik ben vandaag voor mijn neonroze pak gegaan. Met dit leuke shirtje van de Vibra. When Art Meets Fashion staat erop. Dus ja, zit wel heel lekker. Ik heb hem er nu bij in. Ja, hij piept er hier een beetje uit. Die broek zit eigenlijk een beetje te ruim. En ik heb mijn sneakertjes van de Disney aan. Ik zie alleen dat deze uitpiept. Van Minnie Mouse. Ik vind het wel heel gaaf dat hier dat logo zit van Disney. Dus dit is, zien jullie hem eigenlijk wel goed? Ja, dus dit is mijn outfitje voor vandaag. Dus alleen nog even mijn jasje erbij. Want als het echt koud wordt, maar dan ben ik klaar. Ik heb ook een roze knip in, maar die ga ik jullie niet kunnen laten zien. Maar dit is hem in ieder geval. Ben je aan het doen, lente? Ja, maar deze is ideaal, want deze kan je dus helemaal ronddraaien. Ja, spelen, hè? En 9 graden. Wil jij je jurk laten zien dan? Zo op afstand kun je dat zo. Mooie jurk heb je aan, hè? Wil je wat zeggen? Nee? Hoeft niet hoor. Oh ja, dan doe je ze in het gaatje, hè? Kom maar erin. Hoi. Goed, man. Echt heel goed van jou. Hé, wat ligt hier? Wat zie ik hier liggen? Wie is dat? Julia. Wie had jij meegenomen? Waar ging je mij mee laten schrikken? Ja. Ja, wie had je ook weer meegenomen? Julia. Julia. Gewoon Julia of was Julia verkleed? Een heksje. Een heksje, hè? Ja. Kijk, allemaal steentjes. Oh, er staan ook plaatjes op. Kijk, staan diertjes op. Nee, zijn snoepjes. Oh, het zijn snoepjes. Het zijn snoepjes. Even in de emmer. Oh, die snoepjes doe je in de emmer. Ja. Ik kan een jurk zijn. Ja, dat kan je goed, hè? Nou, het is er meer. Want tussen de middag waren we net in de stad. We hebben wel een paar hapjes van zijn broodje en een stukje kip. Ja. En daarna thuis nog even slapen. Toen gingen we hierheen. Dus is er weer. Goed zo. Ja. Kan jou hartstikke goed, hè? Kijk, is ook vanaf kindjes van 3 jaar. En hoe oud ben jij? Gewoon 3 jaar. 3 jaar. Hoe oud werd je ook alweer? 4 jaar. Ja, je wordt al 4, hè? Ja. Dan mag ik het niet meer. Natuurlijk mag je er dan nog mee spelen als je 4 bent. Het is vanaf kindjes van 3 jaar. Wow. Dus ook oudere kindjes mogen ermee spelen. Maar dit kindje hier op het plaatje is echt geen 3 jaar. Die is echt wel kleiner. Ja. Ja, hè? Ja. Iets is wat schaarzaam. Maar tijdens ook die schaap? Ja hoor.
Nee. Maar mama, is jouw dode deel? Ja, dat kindje, nou dat kindje heeft die toren nooit zelf gebouwd. Ze maken een kasteel inderdaad, maar niet eens. Ik ga hem ook voor doen. Ja, maar hij had me nu dan echt weer geaccepteerd, maar ik had dus op Facebook. Een zijpad. Ga je erin? Ja. Ja, echt? Ja. Alleen? Ja. Echt? Ook met ja bijna. Met wie? Met mijn zusje. Nou, ik denk niet dat die erin gaat. Nou, we hebben wel zo'n spel. Oh, echt? En is het warm of koud? Warm. Warm, hè? Ja, nee, die gaat ervan. Lente blaast bellen, hè? Ja. Hallo, Dagen! Goed, man. Hallo. Je moet blazen. Gaat tante blazen? Ja. Een blikje energy? Ja, lekker. Vang ze! Oh, die gaan te hoog. Woe! Wat is het? Het is een nieuwe. Nog een keer blazen? Gisteravond zijn we nog eventjes. Mama. Zo kan het ook. Zal tante weer grote blazen? Kun jij ze vangen? Wil je dat? Ja. Komt-ie. Hey, Jackie, dat was niet goed. Oh, Jackie. Goh. Nou, fluts op. Nee, het gaat niet meer. Oh. Probeer jij nog maar eens. Nee, kijk, we hebben alleen maar water. Kijk eens, het gaat zo weer regenen, denk ik. Zie je dat? Oh! Want die zijn maar binnen. Nee hoor, we kunnen toch gewoon buiten zitten, want we zitten hier toch lekker? Maar anders gaat het. Nee, ze bedoelt hier. Dit is binnen. Ja, oké. Okay. Gaan we het dicht draaien? Zullen we eens even handjes wassen? Mooi waslijnpaaltjes, hè? Ja. Ideaal. Dat is ook leuk. Ik kom even een vlog van de barbecue. Niet voor de gezelligheid, maar voor de vlog van de barbecue. Wil jij ook nog wat zeggen, Frank? Nee hoor, dat doe ik al. Oh, je doet het al. Heb je al gezien wat ze hier heeft gehad? Zo, dat ziet er mooi uit. Heel mooi uit. Appelflappen. Ja, eentje. Heb jij die gemaakt, Linda? Kijk, wat een speciaal. Kijk zo. Dat jou, oh, dat komt door die worsten natuurlijk. Tuurlijk, sap heet dat. Oh, ja, ik eet die worsten nooit. Ja, dan moet je wat doen. Nee, doe dat maar niet, want er komt weer een antwoord uit waarvan ik denk, doe dat maar niet. Ja, Lente, heb jij een mooi pak aan? Dat is leuk. Wat ben jij nu? Een eenhoorn, hè? Ja, mijn mama en zo. Zo, ik was weer thuis. Was wel super gezellig gehad. Wel een beetje zen, want we zijn in de jacuzzi geweest. Ik voel me helemaal zo zen en helemaal naar de gloor. Maar ik heb inmiddels eventjes lekker gedoucht, dus het ging allemaal goed. Het was echt wel super gezellig allemaal. Ja, het was echt super leuk gehad en zo. En ik heb de andere hamster opgehaald. Of, die had mijn vader al even opgehaald trouwens. Die had ik apart laten liggen. Dit is dan ook die WK-hamster, zeg maar. Dit waren er dus twee, maar die kun je dus helemaal binnen naar buiten keren. En dan wordt die bal oranje. Zit hier, staat erop hoe dat moet. Wacht even, ze hebben mijn naamlijstje erop gedaan. Die zal ik er even afhalen. Als dat lukt met één hand. Dus nu heb ik alle hamstertjes weer compleet. Oh ja, kijk. Dan kun je er een andere bal van maken. Die wordt dus oranje. Maar echt super leuk. Deze waren ook echt al helemaal weg. Ik ben nog even bij de Albert Heijn geweest. Want ik kwam er dus achter dat ik geen appeltjes meer had voor maandag. En toen zei ik van, oh, die moet ik nog wel eventjes hebben.
Maar mijn vader die belde gisteren. Die zei, ik moet er toch nog even heen. Zal ik hem alvast meenemen? Zal ik hem alvast voor je ophalen? Ik zeg, ja, dat is goed. Dus nu heb ik deze ook. Dus nu ben ik weer klaar met de IK. Dus maar... Ik zal eens kijken of ik hem binnenste buiten kan keren. Wacht. Ik zal jullie even neerzetten. Even kijken. Het schijnt heel makkelijk te gaan. Oh, ik zie het al. Kijk. Ik ga hem zo wel weer terug doen. Nou, dat zei ik wel. Dat gaat heel makkelijk. Maar zo makkelijk gaat het in. Jawel, gaat wel. Kijk, dan kun je dus met 2K. Kun je hem dus. Kijk, nu zit hij gewoon. Nu is hij oranje. Nu is hij oranje. Heel grappig. Maar ik ga hem zo wel even terug doen. Maar nee, het was verder super leuk. Lekker gespeeld met Lente en Yara. Die heb ik, mocht ik, kon ik wel drinken geven. Die was ook zo schattig. En helemaal aan het lachen. Echt super cute. Ze was echt super leuk. Gezellig met Lente verstoppertje gedaan en gespeeld. En nou ja, die ging ook gezellig mee de jacuzzi in. Dus die was lekker aan het spetteren en met de bubbeltjes. Maar het was echt super leuk. Alleen mijn make-up was een beetje uitgelopen. Maar we hebben echt super genoten. Het eten was ook echt super lekker met barbecue. Lekker ijsstoel gehad. Nou, toen gingen we terug in de auto. En we zaten dus met z'n drie op de achterbank. Ja. We willen wel europappen. Dus Lente ook. Ja, europappen. Dus inderdaad, Europapa te luisteren op de achterbank. En ik stil me mee te zingen. Dat was echt superleuk. En Lente die ging mij laten schrikken met haar heksje Julia. Ze was echt, nou, het was echt gewoon super gezellig. Ze was super genoten. Nu ga ik zo meteen de vlog editen. Ik ga even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog editen. En dan ga ik een nieuwe serie uitzoeken op Netflix. En dan ga ik nog even zussen kijken. En dan ga ik lekker nog even mijn boek lezen. En dan ga ik ook lekker slapen. Maar het was in ieder geval super leuk. Ik ga de Hammy even een plekje geven. Want ze kunnen al wel staan. WK duurt nog wel even. Maar ik had deze ook al neergezet. Zie je. Die staat hier al lekker te shinen. Mijn leeuwtje. Maar goed, dat was het. Ik ga jullie dan gewoon morgen zien. Want ik ga nu gewoon even zo ook mijn haren kammen. En gewoon nog eventjes lekker mijn eigen ding doen. Dus bij deze zeg ik dan in ieder geval tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag zondag. Het is 26 mei. Ik zit gewoon even op de bank. Beetje last van mijn buik en zo. En ja, ik heb op zich eigenlijk best wel diep geslapen. Ik was echt heel erg moe. Ik werd wel een keer wakker. Ik had heel erg warm en zo. Maar ik heb ook niet eens heel lang gelezen. Want ik was gewoon echt heel moe. Gewoon van alle prikkels en zo. Maar het was gewoon super gezellig. Dus dat maakt ook niet uit. Gisteravond nog eventjes in Dreamlight Valley gedaan. Toen kwam er een quest vrij. Dus die kon ik nog wel even doen. Maar toen kon ik op een gegeven moment niet verder. Toen dacht ik, nou dat doe ik vanavond dan wel weer. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte geëdit. En toen ben ik eigenlijk een nieuwe serie uit gaan zoeken. Ik zal even kijken hoe die heet. Als ik het uit kan spreken. Het is wel een beetje, het was wel spannend. El Caso Asunto gaat over een meisje die, thuis weggelopen en uiteindelijk wordt ze wel gevonden en dan moeten ze toch gaan kijken van wat er nu gebeurd is. Maar het was best wel spannend. Daarna nog even zussen, dus prima. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Ik ga zo even de groenten afhalen en even stofzuigen. En straks gewoon uiteraard foto's maken. Dus ik zal straks sowieso even de fotospullen laten zien. Verder heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Want ja, er is in die tijd dat ik jullie niet heb gezien eigenlijk niks meer gebeurd. Want ja, dat was gisteravond nog vrij laat. Ik heb even het raam openstaan en de deur zodat het een beetje door kan waaien. Het is inmiddels 21,5 graden binnen. Maar ik zou het lekker vinden als het nog iets naar beneden kan. Maar er is ook nog wel extreem weer voorspeld. Nou is het hier nog droog en nog geen onweer. Maar we moeten even kijken of er nog iets gaat vallen. Maar goed, dat zien we later wel. Ik ga nu eerst eventjes wat dingetjes doen. En dan, zoals ik al zei, laat ik straks even de fotospullen zien. Ik heb even fotospullen gepakt. Ik heb hier twee nagellakjes van Catrice die ik ga fotograferen. De Soft Glaze en de Pure Glitter. Dan heb ik hier van de Jelly Lip Care van de Crush and Apricot. En de Swirl Lip Gloss. En de Baked Highlighter. De Aura Blush. Die pen voor sproetjes.
de leuke scrunchies en de nagelstickertjes. Hier komt ook een video van online. En de Make Me Last Refreshing Prime and Setting Spray van Bruidvat. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. Mijn moeder had nog lekker Swarma voor me meegenomen maandag. Dat was ik helemaal vergeten te vertellen. Maar dat wil ik nog wel eventjes vertellen. Want super lief dat ze weer eventjes wat mee had genomen. Dus daar kan ik ook weer lekker van gaan genieten. Dat vind ik altijd heel lekker Swarma. Zo, ik ben weer klaar. We hebben het hele tal gedaan. Maar ik had meer willen doen. Maar dat is helaas niet gelukt. Nu ben ik ook wel weer eigenlijk een beetje moe. Ik weet niet... kost even allemaal weer wat meer energie, maar dat komt wel weer goed. Ik ga zo in ieder geval gewoon eventjes lekker relaxen. Ik hoop dat alle foto's gelukt zijn, maar ik zal ze straks importeren. Ik kan gelijk het even nakijken van, joh, is alles goed gegaan. Dan ga ik straks na het relaxen even lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon Code van Koppens en daarna heb je een nieuwe seizoen van Alberto Stegeman. Volgens mij is het Undercover in Nederland dit keer weer. De eerste aflevering zag er al best wel heftig uit als ik het voorstukje zag. Dus ik ben op zich ook wel weer nieuwsgierig. Daarna ga ik sowieso nog even Disney Dreamlight Valley doen. Foto's bewerken. Dan ga ik mijn Netflix serie verder kijken. En daarna weer CSI. Dan ga ik naar bed en hoop ik eigenlijk dat mijn boek uitkraag. Maar ik moet maar even kijken hoe ver ik kom en hoe moe ik ben. Eigenlijk was vandaag een beetje een saaie vlogdag. Ik heb ook volgens mij een hele ziek, ik heb een vlek op mijn bril. Soms heb je dat gewoon. Het komt ook gewoon, ik ben gewoon wat meer vermoeider. Omdat ik dan gewoon na gisteren, moet ik gewoon altijd even bijkomen. Maar dat ga ik nu gewoon eventjes lekker doen. Dus ik ga eventjes lekker nu in relax modus. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 27 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik stond op met hoofdpijn. Ik heb toch wel het idee dat dat komt omdat ik dus heel erg mijn kaak op elkaar druk met slapen. Dat het dan helemaal strak komt te staan. Dus ik heb toch maar even aspirine genomen. Ik ben dan altijd heel erg aan het twijfelen. Zal ik het doen? Nou ja, doe toch maar. Want je weet toch wel dat het niet overgaat vanzelf. Dus ik heb het toch maar gedaan. Ik hoop dat het straks wegtrekt. Gisteravond heb ik gekeken naar Code van Koppens en daarna Alberto Stegeman. Dat vond ik heel heftig. Dat ging zeg maar over mensen. Het had een speciale naam, maar die geloofden er dus in dat bijvoorbeeld kanker, dat je daar niet dood van kan gaan. Dat je kanker zelf ontwikkelt. Dat kanker niet op je botten kan gaan zitten. Ja, echt best wel schokkende dingen die hun geloven. En er waren dus daadwerkelijk mensen die dus ook naar dat soort mensen toe gingen. Die dat geloofden, die daardoor niet meer naar een ziekenhuis gingen. En geen specialisten meer bezochten. Geen chemokuren meer namen. Ja, en die overleden daar uiteindelijk aan. Want ja, als er mogelijkheid is tot behandeling bij kanker en je doet dat niet, weet je gewoon dat je doodgaat. Maar ja, die mensen geloofden daarin. Omdat die mensen dus overtuigen. Dus die hadden ze geconfronteerd. Was ook wel heftig. Want er zat dus een oud cameraman van Alberto. Die ging mee met de confrontatie. Die was zelf dus heel erg ziek, ook ongeneeslijk. En die vond het belangrijk om Nederland en België daarvoor te waarschuwen. Dus ja, ik vond het best wel heftig. Ze hadden het op een gegeven moment hadden ze het daar ook over. Want er is ooit een actrice geweest in Nederland, Sylvia Millekamp. Die heeft dat ook gedaan. Die heeft ook geen behandeling gekregen. Die is daar ook op een gegeven moment aan overleden. Dus ja, best wel heftig. Ik heb ook mijn nagels gedaan. Het is dit kleurtje. Ik heb daarvoor dit lakje gebruikt van Catrice. De Dream In Soft Glaze. Deze heeft de naam 020 Drunken Donut. Maar ik heb daar eerst even een ander lakje overheen aangebracht. Dat is deze. Dat is een wat oudere uit een Caviar Couch Collection. Het was een limited editie. Ik zie de naam er ook niet op staan. Oh ja, C02 Pew
Pony. Die heb ik even als basislakje aangebracht. Omdat als je deze gelijk op je nagels aanbrengt, zie je heel erg je eigen nagels erdoorheen. Vind ik zelf niet zo mooi. Dus ik dacht, doe ik eerst een basiskleurtje. En toen heb ik twee laagjes van deze eroverheen aangebracht. En dan krijg je dit effect. En dat vind ik wel heel leuk. Ik dacht, als je deze gewoon los op je nagels aanbrengt, dan ga je al gauw vier lagen doen. Nou, dat wordt één dikke berry. Dus dat is niet heel erg handig. Zei ik nou berry? Ik bedoelde eigenlijk derry. Nou, ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken. Die was niet helemaal duidelijk. En daarna ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Ja, ik vind het schokkend. Het is waar gebeurd. Dus het is echt gebeurd. Ik hou op zich wel van dat soort series. Maar als er echt gebeurd is wat het nu lijkt dat er gebeurd is, vind ik het echt wel heel chockerend. En daarna heb ik CSI gekeken. En toen ben ik naar bed gegaan en heb ik een boek uitgelezen. Ik mag vanavond ook weer een nieuw boek starten. Ik ga hier zo even muziek aanzetten. Ik moet de vaatwasser even aanzetten. Dan ga ik hier de boel weer eventjes lekker doen. En ik moet nog even een was opvouwen. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Verder is er ook niet heel veel gebeurd. Dus ja, ik neem jullie gewoon eventjes weer gezellig mee vandaag. Ik heb alles weer klaar. Dat is wel lekker hoor. Ja, de kattenbakken weer helemaal schoon. De gang en de douche weer helemaal schoon. Dus dat is altijd wel weer heel fijn als alles weer lekker aan de kant is. Ik heb het raam even open gehad. Maar die gaat ik wel weer dicht. Want ik weet niet eens hoeveel graden het buiten is. Even checken. 18. Dan zal ik even kijken of de temperatuur nu naar beneden gaat. 21. Heel langzaam. Maar goed. Dus, maar het was wel lekker. Nu ga ik zo even lekker relaxen. Ik heb nog steeds een beetje lichte hoofdpijn. De meeste is gelukkig wel weggetrokken. Het was wel fijn, alles weer schoon. En wat ik nu ook wel ideaal vind, is dat nu heel makkelijk, als ik naar de afvalbak moet, zo die emmer mee kan pakken. En dan kan ik het er zo in doen. Dus dat is wel lekker. Dus ja, eigenlijk allemaal wel weer fijn. Dus ik ga zo meteen even wat drinken en lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon Goede Tijden. Dit is de laatste week. Dus donderdag is de cliffhanger. En daarna even meester Frank Visser. Als ik het voorstukje zag, zag het er heel heftig uit. Maar dat kan het voorstukje zijn. Ga ik daarna nog even een spelletje doen. Ik moet nog even die laatste foto maken. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. De video van morgen in elkaar zetten. Daar even thumbnail voor maken. En dan ga ik lekker weer die Netflix serie kijken. Want die is wel heel spannend. En daarna zie je zij. En dan ga ik dus ook een nieuw boek uitzoeken. Maar ik weet nog niet welke ik vanavond wil gaan lezen. Ja, daar moet ik nog eventjes naar kijken. Ik ga jullie in ieder geval dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb nu verder toch niks meer te vertellen. En ik ga ook verder niks meer doen dan eventjes zelf in de relax modus. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 28 mei. Ik ben klaargemaakt, maar ik had het koud. Dus het is 18 graden buiten. Het waait ook behoorlijk. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik doe eventjes lekker een truitje aan met lange mouwen. Want ik had het gewoon fris. Ik denk, kan prima. Als ik zo zit heb ik gewoon een klein beetje kippenvel. Maar dat komt helemaal goed. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden. Dus de laatste week. En daarna naar meester Frank Visser. Wow, dat was echt heel heftig. Ging over twee buren. Één buurvrouw die kwam uit Suriname. En zij was best wel heftig. Zij beweerde dat haar buren de schutting hadden gesloopt en haar dak goot. En ze had ook nergens bewijs van. Maar zij had die conclusie getrokken en ze begon ook over dingen van 30 jaar geleden die inmiddels helemaal niet meer relevant waren. En over het recht van overpad. En ik had gewoon serieus een beetje medelijden met haar buren. Ze zei ook ja en het zijn gewoon rare mensen, want zij komt uit Veenendaal en dat zijn rare mensen. En ik weet niet meer precies waar hij vandaan kwam, maar
Nou, ik had gewoon heel erg medelijden met die buren. En op een gegeven moment staan ze dus buiten. Want dan moeten ze elkaar ontmoeten. En dan staat Victor ertussen. En toen zei die buurvrouw alleen zo haar voornaam. Ja, en ik ben gewoon mijn vrouw, stommerik. Noem me geen Maaike. Dus nou, dat ging best wel hard. Ik vond haar ook best wel brutaal tegen Victor. En ook tegen de rechter, hoor. Dus Victor die moest echt op een gegeven moment, en nou even rustig. En die later ook bij die hoorzitting moest dan ook al een keer dat die rechter een keer zei van, nou eventjes klaar nu. Maar nee, het was echt heel heftig. En uiteindelijk hebben de buren gelukkig gelijk gekregen. Maar ik had echt het idee dat er wat met die vrouw aan de hand was. Want ze was zo heftig, klopte niet helemaal. Ze vond echt een heftige uitzending. Ik stond echt een beetje erna te kijken van, oh jeetje, dat dit nog zo bestaat. Daarna heb ik eventjes kopen zonder kijken aangezet en heb ik ook even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik weer mijn Netflix-serie gaan kijken en ja, dat krijgt ook steeds bizardere wendingen, hoor. Ik vind het altijd interessant, hoor, zo'n waargebeurd verhaal, maar dit is wel echt heel bizar. Toen heb ik CSI gekeken. Toen ben ik met een nieuw boek gestart en nou ja, toen ben ik eigenlijk lekker gaan slapen. Ik heb weer hoofdpijn, komt echt van dat beetje, dat weet ik nu. Maar ja, moet je soms eventjes aan wennen. Ik ga zo een video opnemen. Ik heb nog een pakketje binnen, die ga ik nog even laten zien. En dan ga ik straks nog even lekker diamond painten. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus ik neem dus straks mijn diamond painting wel weer mee. Maar ik ga eerst eventjes stofzuigen en de bakken scheppen en zorgen dat de video erop komt. Dat is voor nu de planning. Ik zou jullie nog even het pakketje laten zien. En ik heb het geurtje van Zwitser gekocht. Hij was dus nu bij de Weekamp 9 euro en ik geloof 15 cent. En dan krijg je dus dit hele leuke blik. Sorry, ik heb de hik. Dan zal ik hem even openmaken. Ja. Goh, ja, doe dat maar eens. En dan zit hier het Zwitsergeurtje in. Het is 95 milliliter. Het doosje ziet er dan zo uit. En dan is dit het geurtje. De Eau de Toilette. Ik had natuurlijk laatst al een keer zo'n body mist gehaald. En ik wilde toch eigenlijk ook wel heel graag dat geurtje hebben. En het is dus eigenlijk gewoon super leuk. Want je hebt dus eigenlijk voor 9 euro krijg je dit geurtje in dit super leuke blik. Dus mocht je dat ook leuk vinden bij de Weekamp voor 9 euro en 15 cent heb je dus dit leuke blik met het Zwitsergeurtje erin. Dus misschien nog een tip, maar die heb ik nu mezelf cadeau gedaan. Het is zo leuk om te zien dat die kat nu echt al zoveel vorm krijgt. Ik vind hem zo mooi. Ja, echt heel schattig. En vooral als ik er zo naar kijk, zeg maar zelf, dan denk ik van veraf vind ik hem dan heel mooi. Van dichtbij lijkt het een heel rommeltje. Maar dan kijk ik er door de camera naar en dan denk ik, oh, wat ben je toch schattig. Ja, echt een leuk katje. Zo, ik ben klaar. Video opnemen ging goed. Ik heb gelijk alle spulletjes weer opgeruimd. Dat vind ik ook altijd wel lekker.
Nou, boven nog even wat gedaan. En toen ben ik even lekker gaan diamond painten. Maar zoals ik net al liet zien, ik word er heel erg blij van als ik ernaar kijk. Dat ik denk van ja, het is echt, het wordt nu echt wel een katje wat ik echt heel leuk vind. Dus ik hoop dat ik ze met z'n drieën in een lijst krijg. Maar dan moet ik even kijken als die af is. Dus nou ja, goed, dat zien we dan wel weer. Hoofdpijn is helaas niet echt gaan zakken. Dus ik hoop straks dat het wel wat beter gaat. Maar... ja, en nou anders moet ik dat toch als ik de volgende keer bij de tandarts kom even aangeven. Van joh, hè, ik merk wel dat ik vaak wakker word met hoofdpijn. Heeft dat ermee te maken, ja of nee? Maar goed, dan moet ik maar even afwachten. Zolang heb ik hem uiteraard ook nog niet in. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon weer goede tijden kijken. En daarna heb je weer Zeeman Confronteerd. Vind ik altijd heel interessant, dus dat ga ik kijken. Sowieso nog even een spel doen. Dan ga ik de vlog afmaken. Ik moet ook het kaartje legen, want ik heb niet heel veel filmminuten meer. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en daarna nog even CSI. Dan ga ik weer verder met mijn boek lezen. Dan ga ik ook wel weer lekker slapen. Dus dat eigenlijk. Ik ga bij deze dan ook gewoon een vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik heb jullie geprobeerd toch weer wat meer mee te nemen. Ook omdat ik nu natuurlijk een uitje had zaterdag. Dus ik heb het allemaal geprobeerd. Dus ik vond zelf de beelden wel leuk geworden. Maar goed. Ja, ik wil je voor nu gewoon in ieder geval eigenlijk heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. En ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Ja. Doe dan zeker ook eventjes je duimpje omhoog. Nou ja, nogmaals bedankt in ieder geval voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!